momenteel zijn we in Les Deux Alpes, waar Snowjam plaatsvindt. Snowjam is eigenlijk de seizoensafsluit van de Belgische skiers en snowboarders. En het hoogtepunt van het event is uiteraard de Belgian Open, dus het Belgisch kampioenschap snowboard en freestyle ski. We doen dat in Les Deux Alpes omdat het snowpark hier uitstekend is en dat we zodoende een wedstrijd van heel hoog niveau kunnen halen als we het hier organiseren. De laatste jaren zijn we echt al enorm hard gegroeid. Dit jaar zijn er zelfs 1800 Belgen aanwezig, dus het event zal zeker een topper worden. All my fly bitches lie. Dirty money, dirty money. All my stripper bitches lie. Dirty money, dirty money. All my college hoes lie. Dirty money. De halfpipe heeft er niet zo goed gelegen sinds 2 weken. De wedstrijd is heel goed verlopen. Het was een heel fijne wedstrijd. Het weer was op het begin wel slecht, maar het is heel mooi weer geworden. De pipe is veel beter geshaped dan andere dagen. En, het was een heel hoog niveau en ik heb me heel goed geamuseerd vandaag. Het meest technische nummer en waar dat een echte snowboarder het meest van geniet, zal ik maar zeggen, is slopestyle, omdat dat een combinatie is van jumps en rails. Het parcours zelf lag super goed. Daarom een beetje problemen met de snelheid, voor iedereen wel. Want er was veel tegenwind en weinig plaats tussen de jumps zelf in om snelheid te halen. Volgens mij ben ik blij met de slopestyle medaille van vandaag. Want ja, daar heb ik nog niet gewonnen. Dat is de eerste keer dat ik de slopestyle in. En daar ben ik wel trots op. Het koninginnennummer eigenlijk is Big Air, omdat het is ene sprong, dat is alles of niks, dat is landen of niet landen. Dat is het makkelijkst voor het publiek en is altijd het meest ambiance. Show them what time it is. Ik heb een dubbel sideflip gedaan, ook wel kangaroo flip genaamd. En ik ben gewonnen vandaag. Ik snowboard al 7 jaar. Freestyle al 4. Mijn beste resultaten nu toe zijn 7 op de jeugdwereldkampioenschappen en 8 op de echte wereldkampioenschappen. Nu zijn we aan het werken om naar de Olympische Spelen te gaan, 2014, en daar zie ik wel heel graag zitten. Ook X Games, dus en de wereldkampioenschappen volgend jaar, ga ik echt voor gaan. De weersomstandigheden deze week waren goed. We hebben eigenlijk maar 1 dag geen wedstrijd kunnen organiseren, maar we hebben altijd een reservedag. Veel zon, alleen het enige minpuntje misschien is af en toe wat wind, noorderwind, wat het wat koud maakt en wat het soms wat moeilijk maakt voor de riders om hun snelheid juist in te schatten. Wel, ik vond het gebeuren enorm goed, alleen enorm, enorm vermoeiend. En het moeilijkste zal zijn om het volgend jaar nog beter te doen, denk ik. De reacties zijn zoals elk jaar weer van het was weer beter, dus we hebben voor volgend jaar een zware opdracht. Het is heel plezant om te zien dat er nieuwe jeugd klaar staat. Om door te breken en dat komt omdat er in België een aantal indoorpistes zijn waar wij heel goed training en wedstrijden kunnen organiseren en waar dat er heel goede jeugd uit gerecruiteerd wordt. Dus er zijn verrassingen, ja. Dus je kan zeker op snowjam.be kijken om te zien wat er volgend jaar op het programma staat of op de site globeevents.com of de site van de federatie.